Minister Gilmore Hoofdraad van Financiën en de vertegenwoordiger van de Exim Bank in India, Ajay Rana, hebben een leningovereenkomst getekend. Het betreft in deze een overeenkomst voor een bedrag van 11,13 miljoen US-dollars ten behoeve van de rehabilitatie van de melkcentrale en de productie van steriele melk en melkproducten. Alvast zou ik zeggen van de regering wordt gefeliciteerd. Dit is een common effort van onze regering geweest om toch wel financiering te zoeken voor de meest cruciale zaken waar er hulp nodig is. En in de discussie met India is begonnen wij te praten dus over het heractiveren van het upgraden van de melkcentrale. Het gaat terug naar 1961. Er is heel weinig echt geïnvesteerd in de laatste tientallen jaren. Dus wij moesten allemaal het mes erin zetten. Dus de discussie natuurlijk begon tussen India via Buitenlandse Zaken met LVV. Want daar praten wij over de technische kant ervan. En wij als financiën kwamen in het financiële aspect. Er is 50 plus jaren terug daar neergezet. Ja toch? Ik begreep 50er jaren van de vorige eeuw. Het is allemaal, dat was toen de tijd goede technologie. Maar u weet, ja, dingen veranderen, technologie vernieuwd, et cetera. We hebben gezocht naar mogelijkheden, et cetera. U weet, India is een grote speler op dat gebied. Groot in productie. Heel veel producten, goede producten, goede kwaliteit. En er is de hele communicatie geweest met LVV India. En daar heeft Buitenlandse Zaken en zeker Financiën een grote bemiddelende rol vervuld. We will be happy to work with government of the Republic of Suriname to look for opportunities and to facilitate investments from Indian private sector companies into Suriname. That will not only help the economy here locally, but also help generate jobs here. Beide kanten kunnen wij vandaag zeggen van dit proces is eindelijk afgerond. En we denken dat de melkcentrale toch wel een behoorlijke injectie zal krijgen. En na jaren van stilstand qua ontwikkeling zal het een enorme stap vooruit maken. Door in staat te zijn aan hogere standaarden, internationale standaarden te voldoen. Maar daarnaast, voordat die machines geplaatst moeten worden, moet er een goed gebouw komen. Met allerlei, te voldoen aan allerlei specifieke technische voorwaarden. En daarvoor hebben wij een consultant hier in Suriname. Maar dat zal met de consultant uit India zelf ook verder uitgewerkt worden. Zo gauw dat duidelijk is, zullen we gaan en gauw beginnen met de bouw. De regering heeft een heel sociaal beleid, dat merkt u ook. Wij gaan niet om de producten aan de man te brengen, wetende dat het heel moeilijk zal zijn voor de regering. Daarom is er een zwaar sociaal programma. Daar ben ik trots op dat deze regering een sociaal programma heeft. U ziet vele subsidies, elektriciteit, gas, water. Wanneer melk komt, melk is goed voor ieder, voor de gezondheid. En zo kijken we daarna. Het is niet de bedoeling dat we winst gaan maken met melk, maar het is de bedoeling dat we dat aan ieder jaar toegankelijk moet zijn voor ieder. Dus de concrete cijfers, dat is pas na 2,5 jaar. We kijken iedere keer heel scherp ernaar. Okay. Welkom.